Urafeta van Search, bureau gevestigd in Amsterdam. We zijn bijna 10 jaar actief en hebben heel veel ook in het kader, wat eigenlijk heel goed aansluit vandaag bij het binnenstedelijk bouwen. In het kader van herbestemming, van hergebruik, van verweven van bestaande structuren, van hoe ga je verschillende stadsdelen ook weer op een nieuwe manier met elkaar verweven, of hoe kun je zeg maar ook door gebouwde elementen een nieuw impuls geven aan de wijk. En dat was eigenlijk ook het thema wat we vandaag een beetje hebben toegelicht, en dat hebben we gedaan om een aantal voorbeelden van hetzelfde laten zien, zoals bijvoorbeeld het cultuurcluster in Enschede en het museum met Crema, waar eigenlijk heel duidelijk met een bestaand monument wordt omgegaan, wat opeens door de vuurwerkramp die daar jaren geleden heeft plaatsgevonden een enorme leegte was ontstaan. En eigenlijk de noodzaak was van ja, hoe kunnen we een nieuw leven weer in die wijk blazen? Hoe kan eigenlijk uit het treurige verhaaltje weer een toekomst voor de bewoners komen? En hoe kun je dat ook zeg maar met bijvoorbeeld die musea realiseren? En juist met het cultuurcluster hebben we geprobeerd om grenzen open te breken, om iedereen weer te betrekken bij het complex, om toegankelijk te maken, om het laagdrempelig te houden. En juist grenzen die er van tevoren door die industriële geschiedenis waren, eigenlijk open te breken. En nou ja, dat was dan eigenlijk één voorbeeld wat we hebben laten zien. En verder ligt volgens ons wel de toekomst in de stad. Want hier heb je eigenlijk echt een zeer, zeer hoog niveau kwaliteit van leven. De voorzieningen worden steeds beter, je wordt steeds beter geserveerd. Het is eigenlijk dat ideaalbeeld dat iedereen heeft van het wonen en leven op het platteland. Met rust, goedkoper, gezonder, mooier, landelijker, wat dan ook. Dat het eigenlijk komt er niet meer overeen met de realiteit. En als je het zeker over duurzaamheid hebt en mobiliteit, dan is eigenlijk juist het dorp de plek die veel meer mobiliteit vraagt. En eigenlijk juist het autoverkeer echt het openbaar vervoer ligt bijna plat, is afgeschakeld. Alle voorzieningen verdwijnen uit de dorpen. Maar de ontwikkelingen in de stad gaan steeds meer verder vooruit. En het wordt steeds meer een podium waar je eigenlijk ook problemen op een makkelijkere manier kunt oplossen. En dat is juist waar we met z'n allen aan moeten sleutelen. Zeker in het kader van kwaliteit en duurzaamheid.